j'en appelle aux maisons écrasées de lumière, j'en appelle aux amours que chantent les rivières. À l'éclatement de l'eau, des matins de printemps, à la force jolie des filles qui ont 20 ans, à la fraîcheur certaine d'un vieux puits de désert, à l'étoile qu'attend le vieil homme qui se perd, pour que monte de nous et plus fort qu'un désir. Ik ben Agnes Minnebe en er is hier een tentoonstelling waar u hartelijk welkom bent. Wat er te zien is op de tentoonstelling is een overzicht van 30 jaar, bijna 30 jaar kwelten. Er zijn werken te zien waar alles handmatig gebeurt, zoals ik vroeger werkte. In verloop van de jaren is dat geëvolueerd en heb ik een aantal cursussen gevolgd, waardoor ik stilaan ben begonnen met meer met de machine te werken, nieuwe technieken te gebruiken. Wat het boeiend maakt, omdat men telkens iets nieuws doet, iets anders doet en het blijft altijd nieuw. Dus dit bijvoorbeeld is een werk dat volledig met de machine werd gemaakt. Met de machine in elkaar gezet en ook met de machine gekweld. Dat het voordeel hiervan is dat het veel sneller gaat en dat men op enkele weken tot maanden een werk afkrijgt, wat vroeger zeker niet het geval was. Als men alles met de hand doet, duurt het maanden of jaren, als het er om een grote quilt gaat. Ik werk vooral met heel diverse stoffen, zoals u kunt zien. Heel felle kleuren graag, soms ook gedemptere kleuren. Ik werk graag steeds met iets anders, dus en heb graag variatie. Op die manier wordt het niet saai en blijft men gefocust. Dat zijn dus die schilderijen van mijn zus A.S. Carpentier, die is geboren in 1959. En in 1958 kwam de onkel, de pater, die zijn werken daarnaast hangen heeft, voor de eerste keer terug naar huis. Hij was vertrokken in 1946 naar Japan. En toen mochten ze maar om de 10, 11 jaar naar huis komen. In 1958 was hij thuis. En mijn zus, dus de schilderes van die werken, deed juist haar eerste communie. Dus dat is mijn zus en dat is de pater. Dat is heel de familie.
Dus dat is mijn grootvader, mijn grootmoeder, dat is mijn moeder. En waar sta ik? Je moet graden, dat ben ik. Dat is mijn vader, dat is mijn broer. Dat is mijn onkel, de broer van mijn vader. En dat zijn de twee kinderen van onkel Jacques. En dat staat er. En dat zijn twee tantes, tante Sil en tante Anna. Dat waren de vroedvrouwen in Zandvliet. Die zijn al gekend daar in Zandvliet. Die hebben daar heel veel goede werken gedaan. Ook heel veel kindjes gehaald, om het zo te zeggen. Dus die hebben levenslang zich ten dienst gesteld van de mensen. Dat mag ik misschien wel vertellen, dat is wel wat persoonlijk. Zij heeft thuis gezegd, ik ga niet in het klooster. Maar ik huw ook niet. Ik ben volgeling van Kardijn. En ik zal steeds als kajotster, kajotsters oprichten daar en daar. Ze ging lezingen geven en dus, zij studeerde. Allee, en ze heeft theologie gevolgd. Dat is dan ze schip. Hier zie je dus enkele werken van mijn onkel, dat is een pater dominicaan, die nu in Sint Gabriel zit, 101 jaar bijna, nog steeds zeer actief. 70 jaar in Tokio, Japan gewerkt en daar waarschijnlijk kunstschool heeft opgericht. Zij hebben ook voor hem een museum opgericht. Dus wanneer je naar Japan gaat, kun je daar nog veel werken van hem bewonderen in een museum in het zuiden van Japan. Hij is nu nog heel erg van geest. Wanneer ik daar kom, is hij nog actief bezig met tekenen en schilderen en zelfs valt hem nog in de politiek. Het is altijd echt een interessant man geweest. Wanneer hij in Zandvliet kwam, om de 10 jaar, hadden we altijd een tentoonstelling bijvoorbeeld in de Martini-Zoelde of bij Campo op de Meer. En die ging toen nog wel werken, altijd van de hand. En daarmee met dat geld kon hij dus terug vertrekken naar Japan. Dus hij kon zichzelf bedruipen, zal ik maar zeggen. Nu zijn er in Japan altijd nog tentoonstellingen. Het is een vriendenkring, de naam ontsnapt me nu, dat ga ik niet zeggen. Die zijn nog bezig met zijn werken in tentoonstellingen te zetten. Ze vragen altijd nog, maar mogen wij uw naam op dat affiche zetten? Karu Pantiro in het Japans. En dan zegt natuurlijk ja. En het geld gaat natuurlijk, dat trekt hem zich weinig vandaan, dat gaat dan naar de congregatie. En daarom hebben ze gevraagd, de dames van Sanfie Berenice, doet je niet mee, hè? Die werken, die staan toch hier en daar verdeeld met mijn broer, met mijn zus en kozijns. En daarom heb ik er enkel hier gehangen. En ik heb wel gehoord dat de mensen er blij mee zijn en dat ze het tof vinden. Et ce si vita sancta factare est.
Amen.